Hey, goedemiddag allemaal. Ik ontving als reactie op mijn post over tomaten en dat mensen daar negatief op kunnen reageren, heel veel reacties. Dus dank jullie wel voor alle reacties. In die post vroeg ik: ja, heb jij nou een voedingsmiddel waar jij op reageert? En laat me even weten, want misschien kunnen we de oorzaak achterhalen van jouw negatieve reactie daarop. Nou, de post ging dus over tomaten. En tomaten is misschien een algemeen voorkomend voedingsmiddel waar mensen snel op reageren. Omdat tomaten nachtschade zijn, de groep van nachtschaden. En nou, daar reageren heel veel mensen wel eens op. De stof die daarin zit, die wordt grappig genoeg ook tomatine genoemd. En die zorgt er eigenlijk voor dat je kriebel in je keel kan krijgen. Of dat je vermoeid voelt na het eten van tomaten. Dit komt overigens snel voor bij het eten van rauwe tomaten. Omdat bij het bewerken en het koken die stof weggaat. Maar helaas gaan heel veel goede stoffen ook verloren tijdens het bewerken van tomaten en van andere voedingsmiddelen. Dus ik zal toch aanraden om verse, rijpe tomaten te eten. En rauwe tomaten dus. Alleen zorg wel dat ze super, super rijp zijn. En dan neemt namelijk die hoeveelheid tomatine af. En ze zijn zoeter en lekkerder. En vaak komen ze ook niet uit de kas, maar uit de zon. Dus dan heb je er tenminste wat aan. Maar de vraag die ik kreeg was van Jeannette. En Jeannette die vroeg: ja, ik eet ongeveer 2 jaar lang heel veel meloenen. En ik ken haar via een groep met fruitarians. Dus ze zit samen met mij in een groep met heel veel andere mensen die voornamelijk fruit eten. En zij eet dus heel veel meloenen en heeft dat de afgelopen 2 jaar ook gedaan. Is het dan wel goed voor je? Want je schrijft in je bericht dat ook in meloenen heel erg veel histamine zit. Ja, dat klopt, dat schreef ik. Maar wat ik ook schreef, ik zal het eens even erbij pakken voor de zekerheid. Wat ik ook schreef was dat je lichaam dus gewoon in staat is om die histamine af te breken. Daar zijn gewoon enzymen voor in je darmen en die breken simpelweg die histamine af. Als je lichaam daarna schoon is en je lymfesysteem, wat je afvoersysteem is van afvalstoffen, goed functioneert, dan gaat het dus heel makkelijk de afgebroken histamine in kleine stukjes ook weer je lichaam verlaten. En dat is wat we willen. Mocht het nou zo zijn dat het gebied rondom je darmen wat lymfevochtstagnatie heeft, dus wat stilstaat lymfevocht, dan worden afvalstoffen over zijn algemeenheid minder goed afgevoerd. En zul je dus eerder reageren op een voedingsmiddel waar meer histamine in zit. Of een voedingsmiddel zoals aardbeien, waar ook nog een enzymremmer in zit. Dat enzym dat in je darmflora zit, die de histamine afbreekt, kan dus ook geremd worden in zijn aanname. En dat is onder andere waar dus het stukje over de aardbeien over ging. Nou, het eten van voedingsmiddelen met meer histamine dan andere voedingsmiddelen hoeft totaal geen enkel probleem te zijn als je darmflora maar in orde is. En het mooie is, als je dus fruit eet, zal je darmflora langzaam maar zeker ook beter worden. Dus ja, het eten van meloenen is hartstikke goed voor je, ook als je dat heel lang doet. Als je dat bijvoorbeeld 2 jaar lang heel veel meloenen eet. Meloenen bevatten namelijk ook heel veel andere vitamine, mineralen en bovendien heel veel vocht. En meloen is heel goed voor je darmwerking. Meloenen gaan snel door je darmen heen en zorgen als het ware voor dat je darmen wat schoner worden, waardoor de darmflora kan verbeteren, waardoor er dus weer de juiste enzymen in je darmen aanwezig kunnen zijn. En dat is wat we willen. En ze stelt nog een vraag. Ja, is zoveel meloenen eten goed voor mijn darmflora? Nou, ja dus. En wat zit er aan vitaminen
in meloen. Nou, meloen, ik zal even de vitamine zal ik zo meteen even oplezen. Maar meloen bevat kalium. Mensen denken vaak, ja, als ik een hoge bloeddruk heb of ik heb veel zout gegeten, dan heb ik te veel natrium. Dus ik moet meer kalium hebben. Dat is wel iets wat vaak gezegd wordt. En dan zeggen ze, eet banaan. Maar nog beter, eet meloen. Want meloenen bevatten dus 2 keer zoveel kalium als banaan. En meloenen hebben dus meer water dan banaan. Gaan daardoor beter door je darmflora heen. Door je darmen heen. Je darmflora wordt daarom beter. Dus om die reden, beter meloen dan banaan. En als je dreigt een hogere bloeddruk te hebben en je wil je natriumhoeveelheid compenseren met kalium, is meloen ook een hele goede. Nou, ik heb mijn boek weer even op nageslagen. En ja, het enige wat in mij heel erg opviel bij meloenen was vitamine C. En wat ik weet wel veel meer over watermeloen ten opzichte van bijvoorbeeld gele meloenen of Gallia meloenen. Dus Jeannette, ik weet niet wat welke meloenen je eet. Maar watermeloenen zijn supergoed voor je nieren. En zijn natuurlijk nog hoger in water dan al die andere zoete meloenen. Die andere zijn net wat zoeter, dus die bevatten iets wat meer suikers. Nou, de vitamine. Naast vitamine C natuurlijk zit er ook vitamine D in en vitamine van het B-complex. Dus multivitamine in je fruit. En het behoort zelfs tot, meloen behoort zelfs tot de meeste 10 gezonde fruitsoorten die er zijn. In ieder geval als wij de onderzoeken mogen geloven. Even kijken of ik heel de vraag heb beantwoord. Je vraagt zich af of je genoeg calorieën uithaalt. Ja, dan komen we op de hele vraag. Wat is nou belangrijk? Gezonde voeding, een gezond schoon lichaam en een gezond lymfesysteem? Of gaat het erom hoeveel calorieën je gaat tellen? Want als ik 3 chipjes op een dag eet, of een zak chips, heb ik genoeg calorieën. Maar dan heb ik totaal niet genoeg voedingsstoffen. Plus die chips zorgt ervoor dat heel mijn lymfesysteem stil gaat staan en mijn afvalstoffen niet meer af worden gevoerd. En ik stop er wel afvalstoffen in, want ik eet chips. Dus ja, maar ik heb voldoende calorieën. Maar heb ik dan genoeg energie? Voel ik dan genoeg energie? Die vraag die laat ik bij jullie. Want ik denk dat je hem zelf wel kan beantwoorden. En ze vraagt, zou je naast meloenen ook sla eten? Nou, ik zelf vind de combinatie meloen en sla niet de allerbeste combinatie. Sla is natuurlijk een goed plat product met hartstikke veel mineralen daarin. Alleen, het is gewoon een heel andere groente. Zijn sowieso heel anders als fruit. Meloen bevat zoveel water en gaat zo lekker door je darmen heen. Als je daar bovenop in één keer best wel stevig, vezelachtig, koud product als sla erbij gaat doen, denk ik niet dat je maag er heel blij van wordt. Persoonlijk denk ik dat groene bladgroenten heel zinvol zijn om te eten in onze huidige maatschappij. Zeker als je het vergelijkt met andere voedingsmiddelen. Maar of het nou echt moet, van mij moet het natuurlijk niet. En ik zou het zelf niet doen. Ik hou wel van een salade, maar per se groene bladsla is niet mijn favoriet. Dus Jeannette, ik hoop dat ik zo je vraag voldoende beantwoord heb. En natuurlijk iedereen die meegekeken heeft, bedankt voor het kijken. En wil je ook iets weten over een bepaald voedingsmiddel of een bepaald stuk fruit waar jij op reageert, dan kun je natuurlijk onder de post nog even reageren of hieronder. Vind het leuk om de volgende keer weer mee te kijken met Facebook Live.
Dan kun je het beste even mijn pagina Healthy by Wendy op Facebook een like geven. Want dan krijg je een melding als ik weer live ga en dan kun je je vragen beantwoord hebben. En dan wens ik jullie voor nu een hele fijne en zonnige middag.